zijn vandaag in het tuincentrum en ik heb deze meegenomen. Weet u wie het is? Ik denk dat het de os is of de ezel. Of niet? Of is het... Ja, de ezel, hè? Ja. De ezel, ja. 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 Het is een oude kerststal. Ja, heel mooi. Ja. Oh, weet je waar die bij hoort? Bij welk verhaal? Ja, bij het verhaal van het kindje Jezus, van de geboorte, denk ik. Zeker, ja. Heb je er ook eentje thuis? Ja, we hebben ook eentje thuis. Ja. Ja. En weet jij toevallig ook nog wat de rol is van de ezel in het verhaal van kerst? Volgens mij is het zo dat Jozef en Maria op de ezel op weg gingen. En uiteindelijk uitkwamen bij de stal waar Jezus is geboren. Deze komt uit de stal. Die hoort bij de stal waar de Heer Jezus geboren is. En weet u nog wat zijn rol was in het verhaal? Maria zou op een ezel vanuit Nazareth naar Bethlehem gegaan zijn. Een ezel heeft haar gedragen. De drager van Maria. Ja. Heeft u er thuis ook zo een? Ik ben de ezel, zei ik net. U bent hem, dus u heeft er sowieso een. Elke Maria heeft een ezel. Heeft u er ook zo een thuis? Ja, we hebben ook altijd nog een kerststalletje. Onder de boom, lichtjes erin. Kindje Jezus erin. Maar het is wel allemaal van plastic. Want dan kunnen de kleinkinderen ermee spelen. Prachtig. Van Lego wordt er van alles bijgebouwd. En het was steeds groter. Dus er komen steeds meer dingen bij de kerststal. Wat mooi. Weet u ook nog welke rol de ezel speelt in het verhaal van kerst? Ja, die ezel die nam toch Maria mee. Om op weg te gaan naar Bethlehem, geloof ik. Ah, helemaal goed, ja. Ja, maar ik ben er van oude stempel. Hè. Wat is uw favoriete beeldje bij de kerststal? Het favoriete beeldje. Dat vind ik toch wel die zwarte, hoe heet het, Baldassare heet die, geloof ik. Ja, die vind ik altijd heel apart. Dat gewoon toen al alle bevolkingsgroepen erbij betrokken waren.